Jongens, kijk. Het begint dikker te worden. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Blitztest. Ik test wel vaker dingen op mijn kanaal, maar de gedachte achter deze serie is eigenlijk vooral dat ik elektronica uittest. En dan echt, ja, gewoon hebben dingetjes of dingen waarvan je gewoon wil weten, werkt het? En ik heb nog niet zo vaak dit soort afleveringen gemaakt, maar vandaag ga ik een ijsmaker testen van de Action. En normaal heb ik nog helemaal niet gekeken naar het product of wat dan ook. Maar uit ervaring weet ik nu dat je altijd even voorbereid moet zijn voor dit soort dingen. Dus ik had hem vast even opengemaakt en de gebruiksaanwijzing gelezen. En inderdaad moest ik al wat in de vriezer zetten, wat ingrediënten kopen natuurlijk. Dus dat heb ik vast gedaan. Ik dacht zelf dus, dat kon ik eigenlijk niet, hij kost 18 euro, 17,95. Ik dacht dat het een ijsmaker was die het ook echt koelt, omdat er een stekker bij zit. Ja, dat je dus niet een vriezer nodig hebt of wat dan ook. Maar dat is wel zo. Ik kon ook bijna niet anders voor dit bedrag. Ik heb namelijk zelf ooit zo'n ijsmaker gehad. Zo'n kleintje, die moest je in de vriezer zetten. En na zoveel tijd in de vriezer kon je melk zo erin doen. En dan kon je blijven scheppen en dan werd het zeg maar ijs. En het enige verschil met dit is dat het wat groter is. En dat die het wel automatisch voor je gaat roeren. Dus dat scheelt je heel erg veel tijd. Ik heb dus een onderdeel in de vriezer staan. Die ga ik er zo bij pakken. Moet je echt op het laatste moment doen. En ik heb melk gekocht. Suiker. Slagroom. Ik heb vanille-extract en deze Oreo's, die wel inmiddels wel open zijn. Dat kon er niet afblijven. En je kunt dus ook bijvoorbeeld een simpele variant, kun je er gewoon yoghurt in doen met fruit. En dat is wat makkelijker. Ik dacht, ik ga wel echt voor het vanille-ijs. Ik ga nog één keer checken of ik echt alles heb. Ja, ze geven een basis voor vanille-ijs. Dat is 2 kopjes melk, 500 ml. 1 kopje vetrijke crème, 250 ml. Een half kopje suiker, 125 gram. En 1 tot een halve theelepel vanille-extract. Dus dat is goed. Dat wordt de basis. Moet ik in een kom doen met een luchtdicht deksel. Ik weet niet of ik dat heb. Schudden totdat de suiker is opgelost. En bewaren in de koelkast. Oké, ik heb alles in de koelkast gelegd. Zelfs de suiker, dus het is koud. Dus ik denk als ik de mix heb gemaakt dat het wel prima is. En dan kunnen we dat gewoon in de ijsmachine gooien. Dus ik ga even die mix maken en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb hem uit de vriezer gehaald. Hij is er nu eigenlijk echt 5 dagen ingezeten of zo. Dat hoeft niet. Ik heb mijn mengsel, eigenlijk echt een super simpel mengsel. Suiker heb ik een beetje op gevoel gedaan. Ik denk dat ik iets minder heb gedaan dan moet. Want ik hou persoonlijk niet zo van heel erg zoet ijs. En hiervan gaan we dus nu niet alles gebruiken. Ik vraag me alleen af, als je het 1 keer hebt gebruikt, de ijsmaker, is hij dan nog koud genoeg om het mengsel voor een tweede portie te maken? Dat weet ik niet. En ik heb net bij de D&D dit gekocht. Ik was even met mijn moeder bij de D. Nee, dit is de Rocky Road. De witte variant. Ik dacht, oh my god, ik was dus van aan het eten. Dit moet ik echt door mijn ijs doen. Dus dat ga ik er eigenlijk ook doorheen doen. We beginnen met het basismengsel. Ik heb alles trouwens van tevoren afgespoeld met warm water. En je moet er dan ook voor zorgen dat je hem niet met water op in de vriezer zet. Dus ik heb helemaal geen ijsklontjes of zo erin. Dus dat is helemaal goed. En er hoeft verder niks omheen. En dan is het gewoon, klik je het er straks op. Maar ik ga eerst mijn mengsel erin doen natuurlijk. Ik pak nog even de gebruiksaanwijzing erbij, want ik weet zeker dat ik het goed doe. En dit gaat in het stopcontact. En hebben we die hier. We leggen gewoon midden in de kamer 2 ongebruikte stopcontacten. Toppie. Even testen, doet hij het? Oh, dat klonk heel erg cheap. Maar dat is hij ook. Doe 180 tot 360 ml van het basismax in de vrieskom tot max. Dat is chill, ik ga gewoon tot max. En ik ga nu wel even een beetje inzoomen. Dan ook altijd vast de volgende stap lezen. En dan zet je hem aan. Oké, chill. Wanneer het... zet het apparaat aan. Wanneer het mengsel vaster begint te worden, zet u het uit. Oh ja, heel logisch. Er zit stof in. Hij is echt wel heel erg koud. Weet je, dit was helemaal vol met water. Ik kon het echt schudden. Ik ben benieuwd of er nu al wat gebeurt. Oh, er kan superveel in. Huh? Maar wat ik niet snap is, je mag 180 tot 360 ml van het mengsel. Zit ik nu al echt wel op en ik zit nog niet op max. Oh, ik ben nu in de war. Dat vind ik een beetje vaag namelijk. Want ik zat op 700 en nu op 400. Dus er zit al 300 ml in. En er kan echt nog meer dan een dubbele bij. Dus ja, dat soort dingen vind ik dan altijd een beetje raar. Dan zet ze hem zo. En dan kan je als het goed is dicht. Oh. Dat dichterrijden lukt niet, maar dat maakt niet uit, denk ik. Oké, hij loopt nu al vast. Oh my god. Shit, krijg ik hem niet meer los?
zodra ik hem er helemaal in doe, begint hij dus vast te lopen. Dus ik moet hem vasthouden. Dan komt het dus nooit goed. Oh my god. Even serieus. Ik zie dat de randen heel langzaam een beetje ijs beginnen te worden. Maar dat was bij dat goedkope ding ook. Alleen dit ding komt niet tot de rand. Hij schraapt die rand niet los. En hij ligt er nu zeg maar op. Ik heb nog een centimeter tussen. Als ik hem lager druk, dan gaat hij. Zal ik er meer in doen van? Nou, jongens, er gebeurt echt niks. Kijk, het is zo vloeibaar als wat. Ik wacht wel even. Kijk, hier staat weer. Tussen de 200 en 1500 gram van het mengsel. Dus je kan inderdaad gewoon tot max gaan. En er staat dus, het vriesproces kan 25 tot 40 minuten duren. Maar hier staat, 360 milliliter is 9 minuten. Oké, dus ik heb meer milliliter. En dat je eventueel moet drukken om het proces te versnellen. Dus hij moet, waarschijnlijk is dat zodat hij de randjes raakt, maar hij raakt de randjes niet. Ik denk dat het gaat lukken. Indien het ijs nog niet klaar is, nadat u het 15 minuten heeft laten werken, maximum, dan ligt het aan dat je het zelf fout hebt gedaan. Maar hier staat dat je het 40 minuten kan laten werken. Jongens, kijk. Het begint dikker te worden. Ik zag allemaal kleine klontjes. En ik zag er maar heel veel kleine klontjes en nog heel veel vloeibaar. En langzaam begint het allemaal klontjes te worden. Dus dan moet je wel op tijd stoppen als het een beetje soft ijsachtig is. Het wordt nooit echt heel dik, geloof ik. Een beetje zoals zo'n milkshake. Maar dan wel daar McFlurry-achtig. Wat ik wel chill vind, is dat er gewoon zo simpele, weinig en simpele ingrediënten nodig hebt eigenlijk. Ik weet niet of er nog heel veel gebeurt. Ook een paar vragen toe. Kijk, ze zeggen dat je de deksel eraf kan halen, maar je hebt ook hier een gaatje. Ik ga denk ik gewoon door het gaatje doen. Lekker! Het is wel chill vind, het is echt niet gevaarlijk. Want stel dat mijn vinger nu tegen het witte aankomt, ja. Het is niet scherp, het gaat niet. Het draait niet heel hard of zo. Dus het is wel echt, als je wat jonger bent, je hebt, ja, er zit wel stroom op natuurlijk. Oopsie. Twijfel, kijk, hier is het nog helemaal vloeibaar. Dit is echt ijs. Ik ga nog heel even door. Ik denk dat het zo wel goed is. Kijken. Ja, het is bijna helemaal weg, jongens. Het ziet er echt vet goed uit. Echt best wel dik. Ik denk als je aanraakt dat het wel... Ja, het is wel... Oh, het is echt soft ijs. Stel dat je erin knijpt. Oh, dat is het. Ja, het is toch wel verschil met echt ijs. Want stel dat ik er nu in zou knijpen in zo'n stuk ijs, dan is het volgens mij gewoon weer helemaal dun zoals het was. Heel even. Oké, jongens. Ik vind het goed zo. Het lijkt echt dik, maar dat is net al verteld. Ik ben iemand die altijd alles herhaalt. Zet hem te gaan proeven. Dit ziet er echt lekker uit. Als gewoon echt een enorme bak met ijs. En ja, het is alsof je... Het is gewoon heel dun. Ik heb wel slagroom. Ik heb volle melk gebruikt. Het lijkt heel light of zo. Maar ik hou er dus wel van. Het is echt soft ijs. Oké, ik heb echt heel weinig suiker gebruikt. Maar dat vind ik zelf heel lekker. Ik heb echt heel weinig suiker in gedaan. Dat is lekker, hoor. Ja, het smaakt gewoon als melkijs. Ken je dat? Melkijs. Heel lekker. Echt heel lekker. En kijk, wat een enorme bak. Ik wil als je niet in de vriezer zetten. Ja? Oeh. Ik denk wel dat het heel snel weer ontdooit. Maar ik vind het echt wel oké. Okay. Ik ben echt wel tevreden. Het is echt heel erg lekker. Ik zeg het zo vaak echt. Ik vind het voor 18 euro wel op de moeite waard. Ik weet niet of je het heel vaak gaat gebruiken. Ik vind het persoonlijk, ik hou me zorgen van dat hele romige slagroomhuis. Ik vind dit echt lekkerder. Weer echt. Ha. Ik vind dit lekkerder. Wat kan je anders zeggen in plaats van echt? Gewoon lekkerder. Het is allemaal... Ja, maar ik vind het echt lekkerder. Oké, nou dit was mijn blitztest aflevering met de Action ijsmaker. Hij kostte €17,95 en hij doet het echt wel goed. Hij belooft ook in de gebruiksaanwijzing dat het soft ijs wordt. Dat is zo. Het wordt niet zoals hier. Je kunt er zeker geen bolletje van scheppen. Je kunt het ook niet op een hoortje zetten. Maar het is wel heel erg lekker. Dus vond je deze video leuk? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. En als je hier nieuw was, vergeet dan niet hieronder te abonneren als je meer video's van mij wil zien.
En dan zie ik jullie hopelijk zaterdag om 9 uur met een nieuwe video. En waarschijnlijk ook ergens tussendoor in de week nog met een extra video. Oké, bedankt voor het kijken. Doei doei!